moment de nummer 10 van de ranglijst. De ploeg van Robert Molenaar staat op die 10e plek en heeft 17 punten. Kijkend naar Den Bosch, dat valt wat tegen. Dat staat slechts 18e met 12 punten uit diezelfde 12 wedstrijden. En daar de mannen van FC Den Bosch. Opstelling zit hieronder in beeld. Van der Steen, de vierman is achterhoede met Maas, Van Grunsven, Van de Boogert en Van Hedel. Van Hedel dus de vervanger van de geblesseerde Rick Mulders. Hamouti, Ahannach en Van der Heijden op het middenveld. En voorin Muller, Konings en Verbeek. We hebben ze zo neergezet met z'n drie op een rijtje. Maar die drie heren zullen veel van positie wisselen. En her en der overal te zien zijn. Daar is Bas Nijhuis, 45 jaar inmiddels is hij. Vanaf 91 scheidsrechter. En ook deze kan hij weer afvinken. Fluiten bij Den Bosch. Plat en Van der Steen zijn de aanvoerders. Job van der Zanden, de meest scorende spits. De man hier in beeld met het rossige haar. Vorige week ook twee keer in de wedstrijd tegen FC Dordrecht. Inmiddels de topscorer met 6 doelpunten. Hij dus in de spits. Een opvallend middenveld met Vet en Plat. Controlerend en Agungil. Van der Zanden, Banzouzi. Dat zijn de mensen die voorin daar spelen. En dan is Job van der Zanden de meest vooruitgeschoven aanvaller die de ploeg van NAC Breda heeft hier. Ging vorige week goed in de wedstrijd tegen FC Dordrecht. Hele matige eerste helft. Uiteindelijk leidde dat tot een 1-0 voorsprong door een goal van Banzouzi. En in de tweede helft wist Jort van der Zanden zijn ploeg aan de hand te nemen en met twee treffers uiteindelijk de 3-0 zege veilig te stellen. Muller met de controle. Niet bij Verbeek. Javier Vet, Banzouzi. Van der Zanden. De wijskant. Van der Zanden kan ook zelf. Nou, daar is hij dan. Jort van der Zanden met zijn eerste poging. Agungil. Veldhuis. Banzouzi. Te hard. En Maas neemt over. Met ruimte. Maas. Wesseling kwijt. Banzouzi kwijt. Nog altijd Stan Maas. Nu de goede bal. Maas 1-0. De goal. Voor deze man. En dat is Faris Hamouti. Zijn derde van het seizoen. Maar wat een aanval van FC Den Bosch. Uitstekend gespeeld. Een hoofdrol voor Stan Maas. De 21-jarige linkervleugelverdediger legt een pan klaar voor Faris Hamouti. Maas is dan Banzouzi al kwijt. Ziet Besselink ook niet meer en legt hem dan precies voor de voeten van de middenvelder van FC Den Bosch. In de 11 minuten, in de 11e minuut, wordt het 1-0 voor de thuisploeg. Agungil. De bal van De Wijs. Agungil, daar is De Wijs weer. De Wijs, oeh, dat scheelt niks. Konings. Vlag blijft omlaag. Joey Konings. Een goede redding van Kortsmit, zeg. In één keer. Joey Konings. Dat levert waardering op bij Bas Nijhuis, die het een goed schot vond. Geen buitenspel. Mag door. Besselink is te laat. En dan een geweldige volley. En een mooie reactie van Roy Kortsmit. En zo denk ik in percentages dat Den Bosch het meeste balbezit heeft. De nummer 18 van de keukenkampioen-divisie. Van der Heijden. Van Hedel, goede bal. Ahannach krijgt er met een gelukje mee. Ahannach zelf. Ahannach. Ja, de handen van Kortsmit weer. Anas Ahannach. Krijgt hem met iets wat geluk mee en dan twijfelt hij niet. Met links. De hoekschop voor FC Den Bosch. Ingebracht en oh zeg, Konings. Wat heb je daar een kans. De bal valt in één keer voor zijn voeten. De hoekschop, ingekopt door Van Grunsven. En Konings mist de bal finaal. Ahannach.
hoekschop. Ja, uiteindelijk wel. McNulty had hem nog makkelijk binnen kunnen houden. Maar laat hem lopen. Verbeek. Zo. Kortsmit met heel veel moeite. En bijna wordt hij bij de tweede paal binnengelopen. Het gaat allemaal net goed voor NAC. En daar is de ruimte weer bij Maas, Konings en nu Den Bosch weer aan een aanval. Joey Konings valt daar en er is niets aan de hand. Lucassen, en dan gaat hij te gemakkelijk liggen, Joey Konings. Lucassen, Kotzebue, maar hij is alleen. Zanden, Lucassen, daar is de voorzet, maar te scherp en te hard. De Wijs heeft hem inmiddels alweer. Plat. De eerste poging van NAC in die tweede helft. Lucassen ver. Plat en Verbeek. Konings, de drie spitsen van NAC zijn weer mee. Mullen, Verbeek en deze Konings. Verbeek, goed daar, gelegd bij Hamouti. En nu Hamouti, tweede paal, Verbeek. Oh, wat een prachtige goal zeg. Wat een schitterende aanval. En wat geweldig afgemaakt door Danny Verbeek. Hij scoort niet zo vaak. Het is zijn tweede pas, maar deze is echt mooi. Hij zet hem namelijk zelf op. Konings, Müller gaat dan diep, Verbeek blijft hier, die geeft hem in één keer mee naar Hamouti en zoekt dan zelf de ruimte en is daar helemaal vrij. Uitstekende aanval, Hamouti blijft heel goed kijken en Verbeek met het hoofd. Van Schuppen voor het eerst aan de bal, de invaller. En een goede bal op Lucassen. Van Bakel in de achtervolging. Daar is Van Bakel, daar is ook de overtreding. Razendsnel was hij er in één keer, Sebastian Van Bakel. Maar komt daar in één keer in vliegen bij Lucassen. En dat mag niet. Van Schuppen legt hem klaar. Jongen. Helemaal vrij daar. Marijnissen. De Zanden. De buitenkant dus Lucassen. Kotzebue naar de eerste paal. Dit is ook goed. Van Schuppen. Van der Steen. Als je hem nodig hebt kun je op hem rekenen. Wouter van der Steen. Daar was de kans voor NAC om een aansluitingstreffer te verzorgen. Maar Van Schuppen vindt de doelman van Den Bosch. En vaak stond Den Bosch aan de verkeerde kant van de score. Als het weer plotseling een keer verrast werd. Maar daar lijkt het vanavond niet op. Knap, zoals die bal daar wordt binnengehouden. Verbeek. Oh, 3-0. Joey Konings. Helemaal vrij. Heerlijk, zo'n harde voorzet van Danny Verbeek. En daar is de 3-0. Joey Konings heeft dan toch zijn goal. Rook zijn kans bij de tweede paal, Joey Konings. En hij is weer de topscorer bij Den Bosch met 5 doelpunten. Dit is al heel knap hoe Ahanach die bal klaarlegt voor Verbeek. En die kijkt Konings 2 stappen achteren. En dan is hij helemaal vrij. Verbeek had het al gezien dat hij daar stond. En legt een bal klaar op het hoofd van Konings. 3-0. Vorig seizoen tot NAC met 5-0. Den Bosch is op weg. Plat richting Marijnissen. Die is vrij. Marijnissen, goede controle. Marijnissen, 3-1. Kan snel gaan, hè. De invaller. Scoort in de 74ste minuut. Goeie aanname. Blijft onder controle. Van der Steen geslagen. En het doelpunt van Thomas Marijnissen. NAC weer terug in de wedstrijd. We gaan het zien. Marijnissen,
Van der Zanden, ja, 3-2. Dat gaan we hier nog meemaken. Marijnissen. Van der Heijden gaat onder de bal door. Van der Zanden komt binnen. Nog een laatste 5 minuten waar u tegen zegt. Van der Zanden. Niet bij Marijnissen. Hamouti zit ertussen. Konings is op. Daar is Lucas er nog eens een keer. Daar is Van der Steen. Bijna Kostia. En Van der Steen met 2 handen. Konings moet gaan staan. Die zit en die moet gaan staan. Die is op. Die kan niet meer. Maar die zal toch moeten. Kortsmit. 1 minuut is er al voorbij van de 4. Plat. McNulty. Alles of niets. Ryan niet. Lucassen. Lucassen. Is dit een penalty? Nee, zegt Nijhuis. Hij wuift het gewoon weg. Voor de 2e keer valt Lucassen. En hij krijgt hem niet. Het hoofd is van Konings, die toch er weer een sprint uit weet te persen. En Lucassen moet niet zeuren. Nijhuis heeft gelijk. Duwen van de Balgert. Daar is Van der Zanden. Kostia wordt vastgepakt. Maar die pakt zelf ook zijn tegenstander vast. Het was een gevecht om de bal. Van der Zanden komt door. En dan zien we dat 2 man elkaar vast hebben. En vandaar dat Nijhuis besluit om de vrije trap te geven aan Den Bosch. Van Schuppen. Maar daar is het eindsignaal. Ja, ja, ja. Kijk, Den Bosch is blij zijn. Want ze hebben hem over de streep getrokken.